Hallo, ik ga je laten zien hoe je in GIMP afbeeldingen kunt verdraaien en bijsnijden in verhouding. Ik ga het bestand ophalen, bestand, openen. Ik neem deze twee bestanden als voorbeeld. Ik knop open deze. Ik begin met deze afbeelding. Die wil ik gaan verdraaien. Hier staat het gereedschap. Dit is het mes. Hier gaan we eerst mee beginnen. Let op de richting, corrigeer achterwaarts, kubisch. Bijsnijden volgens verhouding, je kunt die allemaal hier instellen door op die pijltjes te klikken. Afbeeldingsdekking 100% en aantal lijnen 25%, ligt aan de afbeelding, je kunt die ook wijzigen. Maar voor deze afbeelding is dat de juiste lijnen. Ik klik in de afbeelding. Ik ga een stukje vanuit het centrum, klik ik hier en sleep zodanig dat die treders daar gelijk lopen met die lijnen. Nou, die liggen gelijk ongeveer. Ik kan dat een beetje verder bij draaien. Rechtstreeks draaien. Omlaag draaien. Oké, afbeelding. Daar staat een stukje canvas omheen. Ik ga de afbeelding laten passen op lagen. Deze. Bijgesneden aan de rond, de canvas. Vervolgens gaan we bijsnijden in verhouding. En die verhouding moet ik hier aanpassen. 16 staat op 9. Landschap. Vastzetten. En vervolgens kunnen we hier klikken en slepen in de afbeelding. Die boog is een stukje te vandaan. Op het moment dat je hier zit, kunt die verslepen en groter of kleiner maken. Niet verder dan natuurlijk de afbeelding. Je gaat dus niet over de rand heen. En vervolgens trek ik hem hier door, bovendoor even wat te slepen. Geef nu een enter en daarmee is de foto bijgesneden. Nu gaan we de foto exporteren. Anders dan opslaan als. Dan kom ik daar nog even op terug. Ik ga exporteren als. Ik kan er nog een letter bij zetten, zodat die vorige afbeelding nog blijft bestaan, anders wordt die overschreven. Ik klik op exporteren. Vaak moet het twee keer gebeuren, dat doe ik ze nog een keer. Dan krijg je dit venster, dan laat ik gewoon staan en zeg exporteren. Dat is gebeurd. Ik kan die afbeelding in principe nu sluiten, dan komt bij de volgende uit. Dan krijg je deze opmerking. De foto's worden in GIMP opgeslagen in XF. Dat houdt in dat ook hier, we hebben maar één laag, maar er worden lagen en maskers worden mee opgeslagen. Makkelijk als je een foto aan het bewerken bent en later weer op terug wilt komen. In dit geval hebben we maar één laag en we hoeven die wijziging niet meer te bewaren. Dus we kunnen hier de wijziging verwerpen. Nu gaan we verder aan de volgende foto. Dit mes en de verhouding staat nog vast, ik hoef niet te draaien. En ik kan hier wel vervolgens gaan verslepen. Die hoek even naar bij trekken. Maar je mag natuurlijk ook de afbeelding kleiner maken als je dat graag ziet. Als dit beter is. Oké. Nu geef ik een enter. En daarmee heb ik hem afgesneden. Nou, en zo kunt u andere foto's natuurlijk ook bewerken.